Wist je dat we op nummer 3 staan van de suikerconsumptie van de wereld? Ja, dat is schrikbarend. Hoi, wij zijn de Food Sisters. Wij gaan Marianne helpen met afvallen. En vooral door het eten van minder suiker. Want wij hebben echt een missie. Wij willen Nederland gezonder maken. En vooral wijzen op de hoeveelheid suiker die we met z'n allen eten. Want wist je dat we op nummer 3 staan van de suikerconsumptie van de wereld? Ja, dat is schrikbarend. Al 10 jaar pleiten wij als een van de eerste diëtisten in Nederland. Eet nou eens minder suiker. Het is veel beter voor je gezondheid. Ja, want als we zo doorgaan met z'n allen, dan hebben we in 2025 1,2 diabetes in Nederland. Ja, dat is dus net zoveel mensen als de hele provincie Limburg. Nou, we willen je graag nu even in 5 stappen vertellen. Waarom maken wij ons daar zo druk over? Wat doet suiker eigenlijk in je lichaam en waarom zou je het weg moeten laten? Nou, allereerst heeft suiker effect op je hersenen. Dus een eten van een lekker stukje chocola, dat geeft eigenlijk een soort stofje af in je hersenen, dopamine. Wat er eigenlijk voor zorgt dat je zegt, oh, lekker, ik wil meer van eten. We worden met z'n allen suikerverslaafd. En het heeft ook effect op je bloedsuikerspiegel. Ja, dus als je suiker eet, dan ben je vaak daarna weer even futloos moe. Het geeft je dus de verkeerde energie. Het geeft even een snelle piek. Ja, maar als je dus heel veel moe en futloos voelt, dan kan het zijn dat je dus heel veel suiker nu eet in je voeding. Nou, en daarnaast is het ook zo dat veel mensen niet weten, is dat je ook aan kunt komen van het eten van suiker. Je gaat er vet van aanmaken. Ja, dus stel je neemt een glas frisdrank. Die suiker is dus energie wat je lichaam vaak niet kan gebruiken. Dus hij slaat die suikers op in vetten. En daarom zien we nu zoveel mensen met overgewicht in Nederland. Ja, wij hebben dames gezien in onze praktijk die aten eigenlijk helemaal niet zoveel, maar wel te veel suiker, waardoor ze dus alsnog gewicht aankwamen. Ja. Het allerbelangrijkste punt is eigenlijk dat we een tekort aan voedingsstoffen krijgen, doordat we alleen maar verpakte tussendoortjes zijn gaan eten, geen pure maaltijden meer. Suiker bevat eigenlijk helemaal geen voedingsstoffen. Nee, dus jullie denken misschien, ja, waarom maken die meiden zich nou zo druk om? Nou, dus die suiker is echt alleen maar energie voor je lijf en geen vitamine en mineralen. Die haal je dus uit je fruit en je groenten. Ja. Nou, wat gaan we dus bij Marianne doen? Ze gaat niet minder eten, maar anders eten. We gaan heel kritisch kijken naar de suiker in haar voeding. Slechte koolhydraten gaan we weglaten. En wij hebben er alle vertrouwen in dat het afvallen zo supergoed gaat lukken. Ja. Dus Marianne, je zult nu misschien nog denken van, ja, hoe moet ik nu beginnen met het minderen met suikers en koolhydraten? Nou, wij gaan het je allemaal leren. Wij gaan je helpen. We hebben er in ieder geval alle zin in. Nou, zet hem op.